Nou ja, vindt het allemaal goed? Het is natuurlijk ook een truc, hè? Woody Allen heeft het ook zo gedaan. Hanging out all your neuroses. En dan kan niemand je meer pakken. Ik heb geen geheimen. Geen enkel geheim? Nee, wel nee, ik vertel ze allemaal. Ja? Geen enkel geheim? Nee! Mag ik even van de hak op de tak en dan begin ik met jou. Jaloezie. Adeline, heb jij last van jaloezie? Nee. Niet in het werk? Nee. Ik heb dat al vroeger heb ik altijd, maakte ik me daar zorgen over dat ik nooit jaloers was. Maar achteraf gezien is het toch wel ontzettend prettig om het niet te zijn. Nee, nooit last van gehad. Wat goed, en ook niet bijvoorbeeld op exen van je geliefde? Dat je denkt, shit, hij heeft die. Nee, ik ben altijd vreselijk monogaam, heel saai. En, maar hij ook? Hij ook, vreselijk, ja. Oh ja, dan hoef je nooit zo jaloers te zijn. Luister eens, hou je wel bij jongens die je gehad hebt? Maak je er lijstjes van? Of, dat doe je niet? Ja, nou nee, ik ben er niet echt mee bezig, nee. Af en toe denk ik, goh, ja. Toch alweer, toch alweer 1986. Ja, dat 87. Ik, ja. Ik herken je behang, zo. Ja. Kees, in jouw boek, even nadenken, 40 geloof ik, hè? 40, daar beschrijf je hoe je een lijstje vindt met van alle dames die je gehad hebt. Ja. Het waren er toen 47. Toen. 40? Ja, nee. Ik wil ook geen details, alleen getallen. Hè? Hoeveel zijn het er nu? Moet je luisteren. Waar het in de liefde om gaat. 2 maanden terug, toen de koeien nog buiten stonden, zag ik, en dat hebben wij allemaal wel een keer gezien, 2 koeien die met de koppen zo tegen elkaar stonden te schurken. Zo. Ja. Ja, ja. Allemaal gezien, 100 keer. Voor het eerst dacht ik die middag, ja, daar heeft er maar 1 van de 2 jeuk. Ja. Het zou toch heel toevallig zijn als allebei de, oh jeuk, oh jeuk. Had er maar 1 jeuk. En de ander offert zich op. Trek hieruit de les voor uw persoonlijke relaties. Betekent dat ook dat jij niet meer een, laten we zeggen, een wenswip hebt? Iemand met wie je met toestemming van vrouw, buren, kinderen het een keertje mag doen? In 1956 gingen wij vanaf de Soestdijkse kade, er lag een rondvaartboot en die ging naar Drievliet. Dat was een pretpark avant la lettre en ik was 7. Drievliet, weet je ook? Ja, fantastisch. Soestdijkse kade en dan ging je... Mijn opa was timmerman, die maakte een bootje, dat kon je achteraan die boot zo meetrekken. Dat bootje ging dan scheef, weet je wel. Dus de hele weg, bootje scheef. Kwam je in Drievliet, opa en oma erbij, vader en moeder erbij, zusje erbij. Pretpark. Ik met mijn zusje op de ene kant van de wip en mijn vader op de andere kant van de wip. Als ik die wip nog een keer zou kunnen maken... Jij hebt geen last van jaloezie. Jij hebt ook geen idee van dat jij misschien wel een wenswip zou willen nog. Iemand waar je denkt van ik zou het toch leuk vinden. Oh, nu begrijp ik het. Oké, doe maar. Adeline. Ja. Dat zit er bij jou niet in? Nee, niet echt? Ja, ik ben wel heel saai, maar ik ben volkomen tevreden met... Dat vind ik helemaal niet saai, dat vind ik heerlijk. Tim? Ik vind een wip een zo weerzinwekkend woord dat ik het met niemand zou willen doen. Nou, zo, dan zijn we helemaal klaar wat dat betreft. Dan wil ik nog wel graag van jullie weten, want we lopen naar het jaar 2000, hè. Heb jij al verzoeken gekregen van de bijlagen? Zo ongeveer. Wat denkt u van, wat is de trend in 2000? Ik lees de laatste tijd op een of andere veel romans waarin het jaar 2000 wordt afgeschilderd als... afschuwelijk, hè? Er zijn ook al wetenschappers die roepen van op 5 mei 2000 dan staat Jupiter zo in Mercurius dat we het niet meer halen. Heb jij enig idee, Kees, hoe voor jou het jaar 2000 eruit zal zien? Voor mij persoonlijk hoop ik, zoals het er nu vanavond uitziet, dat ik dat nog een beetje kan rekken. Hè? Ook. Maar verder denk ik dat we, ja, er zullen krottenwijken gesloopt worden, maar de culturele krotbewoning zal... de hele aardbol ongeveer bestrijken. Adeline, heb jij een toekomstidee qua 2000? Nou ja, dat is dan wel heel serieus. Maar jij ik hebt denk... een rapport van Rome. Nou, dat wou ik net zeggen. Ik denk dat dat wel. Ik denk dat eerder door milieuvervuiling, in welke vorm dan ook, dat het misgaat dan door een of andere atoombom of zo. Dat geloof jij? Dat denk ik wel, ja. Tim? Ik denk alleen maar aan mezelf. Ik denk dat ik in het jaar 2000 een vader ben met een heel jarig gevoel daardoor.
een vader bent. Met een zoon of een dochter van 14, 15? Ja, 12 dus. 12 dus. Wat is 87? Ja, nee, dank je hartelijk voor de tip ook. Goed, dan tot slot, wat is jouw favoriete geluid? Dat vind ik heel lief. Ik zeg het vaak, ik hoor het ook als ik verkeerd op de fiets verkeerd geschakeld heb. Achteraf hoor je. Adeline, heb jij een geluid waar je dol op bent? Ik wou mijn neus ophalen. Dat kan heel verlichtend werken. Ja. Je hebt al gezegd, heb jij een geluid waar je dol op bent? Ja, het gekras van een pelotonnetje schaatsers op 100 meter afstand van mij op de Nieuwkoopse plassen. Voor je of achter je? Heb je die reden gelijk met me op, 100 meter aan de zijkant. Ja. Dat is een heerlijk geluid, toch? Ik kan ook wel schaatsen. En mag ik dan tot slot van het programma aan jullie vragen, hoe zouden jullie de vraag van de bekende Nederlandse theoloog Wim T. Schippers beantwoorden. De vraag luidt, is er vet na de dood? Is er vet na de dood? Goh. Vet. Vet. V-E-T. V-E-T. Is er vet na de dood? Vet is toch zelf dood? Vet is zelf dood. Ja, vind je dat zo? Ja, is dat zo? Je zou het niet weten. Nee? Dat is wederom. Is er vet na de dood? Nou, ja, ik denk als het er is dat de mensen te stom zijn om het te merken. Het gekste bericht vandaag uit de krant, Jan, vond ik dat er... Of wou jij hem zelf vertellen? Nou, weet je, ik heb een veel goed idee. Okay. Weet je wat, want vet in de dood, dat mensen merken zo weinig. Nee. Ik ga nu, hoe was het ook alweer? Het loopt een beetje tegen het einde van de show. Kees, jij bent iemand die op de televisie, hè, met Wim, ben jij degene die altijd de boel maar de boel vindt en Wim mag zich boos maken. Spring jij wel eens uit je vel om iets? Dat was ik eigenlijk aan het zeggen. ik sprong, niet uit mijn vel, maar meer dat het kronkelde van plezier, dat vel, toen ik vanmorgen las dat er 3 Haagse koffiedames, op zich een schande, 9 Haagse koffiedames van het ministerie van Justitie hebben 3600 gulden boete gekregen. Veronica Kijkers. En dat is dus waanzin. Omdat ze jarenlang de koffie hebben aangelengd met water. Op het ministerie van Justitie. Koffie. Die dames hadden dat aangelengd. Maar niemand heeft dat gemerkt al die jaren. Ze merkte het wel als ze een zogenaamd Haags bakje kregen. Dus met een half kopje koffie. Dan zei die ambtenaar, nee, dat moet ik niet, is het te weinig. Maar als ze er liters water bij gooien, dan zei ze, of er vet na de dood is, zullen we zeker niet merken. Ik was koffiejuffrouw op het ministerie van Onderwijs. Daar weet je wel, bij het Torbekkenplein. Weet je wel, dat nieuwe ding wat daar gebouwd is. Ja. Vlak bij de Dalton. Ja. Nou goed, maar daar had je dus het systeem dat je moest betalen met rode klontjes was voor de thee, dat was 20 cent. En blauwe klontjes. Ja, blauwe klontjes was voor gasten. En groene klontjes, dus dat was 35 cent. En de koffie was dan 30 cent, dat waren de groene klontjes. Oh, dus verpakking. En dan kon je dus zwart handelen in die klontjes. Dus dan werd je af en toe door zo'n ambtenaar, ik deed dat als vakantiebaantje, werd dan af en toe van, hier, meisje. En dan kreeg je een soort klontjes. Ja. Want dan hoef je er niet af te rekenen. Dus dan wordt al jaren gezooid met die. Ja. Nee, luister, we gaan nog niet naar huis hoor. Vertel nou alles maar eens. Je hebt op de gratieverzoek ook gewerkt, hè? Ja, afdeling gratieverzoek op het ministerie van Justitie. Oh. Niet te geloven. Hoe was de koffie? Goed. Ja. Nee, koffie was uitstekend, ja. Okay. Beroemde gratieverzoeken? Ja, graag Kees. Beroemde gratieverzoeken. Beroemde gratieverzoeken. Ik kom er lekker in, hè, geloof ik. Ja, nee. Zullen we rijden? Nee, nog niet. Okay. Behalve dan die koffie en dat gedoe dan toen, is er nog anders waarvan je zegt van, daar ben ik deze week echt van uit mijn vel gesprongen? Uit je vel gesprongen? Ja. Iets waar ik me aan erger, dat moet je maar eens doorgeven. Ik weet niet wie dat doet bij Veronica, maar die is die vreselijke stem. Ze moeten zachter. Veronica moet zachter. En niet het lawaai. Het hoeft niet meer. Jullie zijn nu zo groot. Zachter. Goed. We zullen het doorgeven trouwens. Het is wel goed. En de muziek ook. Zachter. Goed. Heb je naar boven geschreeuwd nu tot die A-status? Nu zachter, rustiger nu. Nee, Jan. Ja, is het toch zo? Ja, ik mag even kuchen, mag dat niet meer? Ja, oké. Zachtjes.
Tim, had jij deze week al iets waarvan je dacht van, nou, dat gaat me daar wel gek van? Nee, niet iets specifieks, maar ik spring altijd uit mijn vel bij allerlei uitingen van allerlei overheden van op de hurkenzitterij in plaats van de mensen op hun tenen te laten staan. En ik, in de orde van de gewone man wordt geraadpleegd over eventuele spellingshervorming en zo. Ja. Om maar te zorgen dat er niemand ooit meer een woord verkeerd kan spellen. Terwijl je nou juist onder andere door verkeerd spellen een beetje kan onderscheiden wie de moeite wil nemen om zijn best ergens voor te doen. Om maar een voorbeeld te geven. Maar hoe bedoel je dat dan? Dus niet meer op de hurken gaan zitten, de mensen op hun tenen laten staan. Ja. Zou ik willen adviseren. Je kunt het jezelf niet moeilijk genoeg maken. Dat klinkt heel goed. Goed, dat was het dan. Het was mij genoeg u drieën hier vanavond te ontvangen. Ik wil u hartelijk bedanken voor het gezellige gesprek. En ook mevrouw Sylvia wil ik graag bedanken. En als ik nog wat betreft mijn favoriete citaat een duit in het zakje mag doen, dan wil ik Woody Allen citeren, die al jaren terugriep van: er zijn twee belangrijke dingen in het leven. En dat is seks en het andere ben ik vergeten. Dit was Reur. Tot ziens. Tot Reur. Dit was Reur. Aan dit programma werkte mee Kees van Kooten, Adeline van Dier, Tim Krabbe, Sylvia Millekam, Loes Visser, Kathleen Warners, Teun de Winter, Erik van Muiswinkel, Jaap Mulder, Liesbeth Dronkers, Peter van der Stok, Job Pannenkoek, Peter Biemans en Jan Lentbrink. Nou, dan fluister ik maar, omdat het al zo laat is. Want dit is dan ook echt het einde van deze iets te lange Veronica-uitzending.